Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In het eerste deel besteden we wat aandacht aan darmkanker. De maand maart is de bewustwordingsmaand van darmkanker. En darmkanker is de derde meest voorkomende kankersoort bij vrouwen en de tweede meest voorkomende bij de mannen. We praten hierover met mevrouw Astrid van Eer. Kijkt u mee. Goedendag mevrouw Van Eer, welkom in ons programma In Gesprek Met. We praten vandaag over de bewustwordingsmaand van darmkanker. De maand maart is de bewustwordingsmaand van darmkanker. We staan eigenlijk aan het einde van de maand maart, maar kunt u ons uitleggen wat het doel is van deze maand? Goedendag ook. Het doel van deze maand is om de mensen, gezonde mensen en patiënten, meer informatie te geven over darmkanker. En in de afgelopen periode hebben we heel vaak gesproken over kanker en nu besteden we aandacht aan darmkanker. Is er een groot verschil met kanker waarover we elke dag praten? Nee, kanker is een kwaadaardige ziekte, dat is een kwaadaardig gezwel. En elk orgaan ontwikkelt zijn eigen kanker en heeft natuurlijk zijn eigen klachten. En we willen de mensen bewust maken om hun lichaam goed te leren kennen en ervoor te zorgen dat ze goed letten op hun voeding en hun eigenlijk op hun levensstijl. Dat ze veel bewegen, dat ze gezond eten. En dat is eigenlijk wat men wil, dat is awareness, want het is eigenlijk Cancer Awareness Month voor darmkanker deze keer. Elke maand hebben ze een ander soort kanker, omdat we ook verschillende organen hebben. Ja, en u zegt we moeten gezond eten, want gezond eten voorkomt bepaalde ziektes zoals kanker. En iedere keer roepen bepaalde mensen van gezonde levensstijl, gezond eten. Maar we struggelen als samenleving nog steeds daarmee. Dus kunt u ons vertellen wat u bedoelt met gezond eten? Gezond eten is onbespoten groenten eten, minder suikers gebruiken. Eigenlijk adviseren wij, ga terug naar de natuur. Plant zelf je groenten. Oké, je rijst kan je ook wel zelf planten. Maar probeer in plaats van witte rijst, bruine rijst te eten. Dat heeft een schilletje meer en daarin zitten de gezonde stofjes. Bewegen. Vaak krijg ik, als ik zo een lezing hou, ja, maar ik heb geen geld om naar een sportclub te gaan. Je hoeft niet naar een sportclub te gaan. Je kan lopen naar de winkel. Als je die zware tassen draagt, heb je gewichten wat je draagt. Ja. Je kan nu spuit men alle onkruid weg. Dat is één, niet goed, want het zijn pesticiden. Je ademt ze in, het komt op je lichaam, het komt in het water van de dieren. Dus wat ik adviseer, ga weer shuffelen zoals we vroeger deden. Ga weer harken, ga weer chappen. Dus bewegen is ook een manier van bewegen. Loop de trap, je hoeft niet met de lift te gaan als je in een hoog gebouw bent. Probeer zoveel mogelijk te bewegen, lopen, fietsen. Dat is gezond leven. En het is niet moeilijk, hè? Het lijkt moeilijk. Ja, het lijkt. Als je al gewend bent aan een bepaalde patroon, dan lijkt het inderdaad moeilijk. Ja. Maar ik wil toch iets vragen over wat u zei over onbespoten groenten eten. Want de meeste mensen kopen groenten bij de groenteman, bij de markt. En zij hebben geen zicht op of hun groente bespoten wordt of niet. Heeft u misschien tips daarover? Misschien kan je het herkennen, misschien helemaal niet. Je kan het wel herkennen, want ik koop zelden groenten omdat ik het zelf plant. Maar als ik moet kopen, bijvoorbeeld, ze lachten me uit, want ik had het op Facebook gedaan. Ik realiseerde me van, ik lust klaroen, maar ik heb geen klaroen. Maar klaroen had ik al helemaal opgeoogst. Yeah. Dus ik ga even klaroen kopen. En ik koop twee bosjes en ik kom thuis en ik begin te plukken. Mm-hmm. En je ziet in die bladeren zie je ronde gaatjes. Niet dat een beestje het heeft geweest, want dan is het gekarteld. Mm-hmm. Die rand is dan gekarteld, maar het is een gaatje, rond, echt glad rond. En dan is het
de buitenste rand is bruin en dan loopt het naar de kant van het groene toe gelig. Dan weet je, het is bespoten. Mm. En je ziet het overal, het is regelmatig. Maar wat hebben ze dan gedaan? Dat is dan aan de binnenkant. Dus eigenlijk koop je een kat in een zak. Mm-hmm. Wat ik dan doe, is, heb ik geleerd van een voedingsdeskundige. Als je die groente koopt, moet je het in zoutwater een tijdje laten. Dat deden we vroeger al om die ongedierte eruit te halen. Dus ja. Elke keer gebruiken we zout. Liever haal je die ongedierte eruit dan dat je eigenlijk gif eruit trekt. Want je trekt nooit alle gif eruit. Mm. Dus dat maar. Het beste tip is plant zelf. Alles zit in een emmertje of in een blik. Mm-hmm. Weet je, je zet gewoon die zachte zaadjes van die klaroen in. Wat aarde in een blik en het begint te groeien. En je plukt daar die bladeren van. Het beste is echt zelf planten. Dan weet je zeker dat je onbespoten groenten hebt. Maar er zijn nu groenteboeren die onbespoten groenten verkopen. Het is nog heel weinig, maar ze beginnen te komen. Oké. En als we dus teruggaan naar een kankersoort darmkanker, wat zou je kunnen noemen als enkele symptomen? Bij darmkanker is bloed in de ontlasting, slijm, buikpijnen. Wat ik jammer vind, is dat we heel weinig, dat darmkanker neemt, is nou tweede kanker bij mannen en derde kanker bij vrouwen. Mm-hmm. Bij vrouwen heb je 1 borstkanker, 2 baarmoederhalskanker en darmkanker. Bij mannen heb je prostaatkanker en dan darmkanker. En waarom het een beetje te laat ontdekt wordt, want je hebt 4 stages. Mm-hmm. Stage. En meestal als men het ontdekt in Suriname, is het al stage 3 of 4. En dat komt omdat je hebt die nieuwe toiletten. Je ontlasting valt direct in het water, Dus je bloed lost op, je slijm lost op, dus je kan het niet zien. Terwijl als je zo'n ouderwets toilet hebt dat op het plateauotje is en je draait je om en je kijkt en je ziet een spotje bloed, kan je gelijk naar de dokter gaan. Mm-hmm. Wil niet zeggen als je een spotje bloed ziet dat je kanker hebt. Mm-hmm. Want het kan ook komen door aan bij bijen of bloeding in je maag. Maar je hebt in ieder geval dat teken niet meer. Mm-hmm. Slijm kan je ook niet meer zien. Dus dat zijn de dingen waar we op moeten letten als we op onszelf moeten letten. En ook buikpijnen, langdurige buikpijnen. Daarop moeten we letten. Okay. En is er een bepaalde risicogroep voor darmkanker? Nee, darmkanker kan bij iedereen voorkomen vanaf je 40ste, 50ste jaar. En kan het erfelijk zijn? Het kan familiair zijn. Erfelijk is nog niet echt bewezen. Meestal is het, want je hebt verschillende soorten natuurlijk, hè? Mm-hmm. Ook weer. Maar meestal is het bij mannen, het gaat van mannen, van vader op zoon. Oh. Of neven. Dus men onderzoekt nu als het echt erfelijk is of genetisch is. Dus dat soort onderzoek wordt nog gedaan. En in het geval waar je het heeft over familiair, kan zo iemand de risico verkleinen om het op te lopen? De manier waarop je risico kan verkleinen is om regelmatig onderzoek te doen. Mm-hmm. In andere landen heb je al een bevolkingsonderzoek dat begint vanaf 50 jaar. Dan moet je mensen hun ontlasting inleveren bij het lab. En dan wordt het onderzocht. Zo worden ze in de gaten gehouden. Verder kan je een colonscopie doen. Dat is een gaat men via de anus met een slangetje waarin een camera is, de darm bestuderen. Als je polypjes hebt, polypjes zijn goedaardige gezwellen. En is net zoals een myoom bij een vrouw, vleesboom, dus dat is een polypje in de darm. Dan wordt het direct weggeknipt. Een polypje kan een voorstadium zijn van darmkanker. Maar het wil niet zeggen dat als je een polypje hebt, dat je darmkanker zal krijgen. Ja. Oké. En als we in Suriname dus ontdekken dat iemand een darmkanker heeft, welke behandeling krijgt de persoon in Suriname? Dus hoe is de opvang en begeleiding? Dus je gaat naar de huisarts, je vertelt dat je een spoortje bloed hebt gezien en de huisarts verwijst je dan door naar de internist of naar de, ja eigenlijk is die ook een internist, maag-darm specialist. Mm-hmm. En die gaat verder onderzoeken, die doet een coloscopie zoals ik net al zei. Soms worden er scans gemaakt afhankelijk van hoe ernstig de klachten zijn. En dan gaat die overleg met de chirurg, moet het eruit. Hoe gaan we dat doen?
Maar dat is het pad wat je bewandelt. Mm-hmm. En meestal is men er snel bij. En mochten de artsen, onze specialisten, alle attributen hebben die ze nodig hebben, dan kan je in Suriname heel goed behandeld worden tegen darmkanker. Want je hoeft niet meer dood te gaan aan darmkanker. Ja, dat zou mijn volgende vraag zijn. Ja. Hoe groot is de overlevingskans? Ja, dat kan ik zo uit mijn hoofd niet zeggen, omdat we weinig cijfers hebben. Het is niet een gewoonte van onze Surinamers om data op te slaan. Maar de overlevingskans is groot als je er bij tijds bij bent. Maar dat is met bijna alle kankers zo. Oké. En wat doet uw stichting precies als het aankomt op de bewustwording te vergroten over de verschillende kankersoorten, maar ook dus darmkanker? Dus onze stichting heet Kankerdiagnostiek Preventie Suriname. We hebben met opzet deze naam gekozen omdat we zo breed mogelijk eigenlijk de kankerzorg in Suriname willen verbeteren en versterken. Kanker, het woord zegt het al, het gaat over alle kankers. Dan heb je diagnostiek, dat is onderzoek, verbeteren, preventie en die S is voor Suriname. We zijn heel sterk gefocust op preventie en wil je de mensen bewust maken om preventief bezig te zijn, moet je voorlichting hebben. Dus we geven heel veel voorlichting. We worden vaak uitgenodigd door organisaties en daar geven we de voorlichting. En die organisaties die ons uitnodigen voor voorlichting, die geven meestal een vrijwillige bijdrage. Met dat geld begeleiden we patiënten als ze bijvoorbeeld hun medicatie niet kunnen betalen of de taxi niet kunnen betalen. Dus we ondersteunen patiënten financieel. En als ze willen praten, dan kunnen ze ons bellen. Dan gaan we niet bij iedereen, maar meestal bij ouders. Want weet je, die zijn heel bang dat ze hun kind gaan verliezen. Dan gaan we met ze praten. We verwijzen ze naar de patiëntenverenigingen. We begeleiden ze ook naar de patiëntenverenigingen. We organiseren bij hoogtijdagen events waar een voorlichting wordt gegeven waar patiënten en familie bij elkaar komen om te praten over hun ervaringen. En de patiëntenverenigingen zelf, we hebben de Prostaatkankerstichting, die organiseert ook voorlichtingsdagen of avonden waar de patiënten met hun familie, dat zeggen we erbij, met hun familie, met elkaar kunnen praten over de ziekte. Er is altijd wel een specialist die meer kan vertellen en dat je vragen kan stellen. En dat doet de Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging ook. En dan heb je Pink Ribbon, die organiseert ook dagen. Pink Ribbon is voor borstkanker. Ja. Is er een patiëntenvereniging van darmkanker? Er is geen patiëntenvereniging. De darmkankerpatiënten kunnen naar de Surinaamse Kankerpatiëntenvereniging gaan. Oké. En wat heeft de stichting deze maand gedaan als het aankomt op een darmkanker awareness maand? We eigenlijk richten ons niet specifiek op de kankers van die maand. Mm-hmm. We praten algemeen over de kankers. En afgelopen maand is er een lezing gehouden voor een organisatie. Vorige maand hadden we de Awareness Month en toen hadden we een grote kanker Bakanafatu georganiseerd met een beurs en waar ook mensen verwend werden. Want het is heel belangrijk dat je kankerpatiënt, daarom hebben we ook een fire lobby in onze ribben, dat de kankerpatiënt heel veel aandacht en liefde krijgt. En wat wij ook stellen is als iemand uit het gezin kanker heeft, heeft eigenlijk het hele gezin kanker, want het hele leven verandert dan. Je moet heel veel aandacht besteden aan elkaar, met elkaar. Ja, dus om dieper daarop in te gaan, hoe zouden mensen hun naasten emotioneel kunnen opvangen zodat ze bijvoorbeeld niet gaan stressen en zieker worden, kort uitgelegd? Heel veel lezen over die ziekte, zodat je met elkaar kan praten over die ziekte. Heel veel liefde en aandacht geven, want het komt vaak voor dat wanneer iemand kanker heeft, omdat men bang is voor die ziekte, dat is het taboe. Mm-hmm. Dat men juist wegblijft van die persoon, want ik weet niet wat ik moet zeggen. Yeah. Je hoeft niet specifiek iets te zeggen, je moet gewoon door blijven gaan, door blijven praten, elkaar strelen, met elkaar gaan wandelen, leuke dingen doen met elkaar, om eigenlijk
de zorg een beetje lichter te maken. Ja. Oké. Okay. En ten einde, mevrouw Van Eer, is er een boodschap dat u wilt geven aan de gemeenschap als het aankomt op, in dit geval, darmkanker? De boodschap die ik mee wil geven is probeer veel vezelrijke voeding te eten. Dus veel groentes, veel weinig rood vlees, weinig bewerkte voedingssoorten zoals worst, ham, barbecue, al dat soort bewerkte voeding. Eet veel vis, veel noten. Dus eigenlijk anders te gaan eten. Probeer zo min mogelijk suiker, want in al onze natuurlijke producten zitten al suiker, maar alle stropen hebben heel veel suiker, alle sappen hebben heel veel suiker. Als je een fruitboom hebt, kan je je fruit in water laten staan voor een nacht. En dan drink je manjawater, guavewater, gemberwater. Zo kan je anders gaan. Dus liever geen sap maken met suiker en al. Want het is niet zo dat je geen suiker mag, want het lichaam heeft suiker nodig. Maar in de natuurlijke dingen zitten al suiker. Mm-hmm. En ik zeg ook niet van, vanaf morgen moet je al je stropen weggooien. Maar los het dan op. Bijvoorbeeld als je 2 lepels stroop met een kan water drinkt, is ook, kan ook lekker zijn. Maar je moet eraan wennen. Yes. Oké, dankjewel mevrouw Van Eer. Alsjeblieft, graag gedaan. Zo kijkers, met de woorden van mevrouw Astrid Van Eer zijn we gekomen aan het einde van het eerste deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Gaat u nog niet weg, want mijn collega heeft nog een deel voor u. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Wij zijn op bezoek bij de Fernandes Botteling, waar de opening gaat zijn, of is geweest althans, van de nieuwe gerenoveerde fabriek. Die was bijkans 3 jaar terug een hele grote brand, helemaal verwoest geraakt. Maar de botteling mag weer met zijn hoofd hoog zijn. Wij gaan praten met de directeur van de botteling, de heer Alvin Venetiaan. En wij gaan ook praten met de big man van Fernandes zelf, de heer Jules Fernandes. En ook met de heer Brian Rente. En ook met de representatives van de Coca-Cola fabriek van het Caribisch gebied. Kijkt u mee. Meneer Fernandes, welkom in Gesprek Met. Hoe gaat het met u? Onder deze omstandigheden kan het nauwelijks beter, hè? Maar hoe gaat het zelfs verder met de Fernandes Groep? Oh, dat is een loaded question. De groep is natuurlijk de economische malaise, COVID, niet bespaard gebleven. Dus we hebben, net als alle bedrijven in Suriname, hebben we heel veel tegenwind gehad. Het is er eigenlijk nog steeds wel moeilijk om in zo'n kleine markt te blijven arbeiden. Maar vandaag is een feestdag, want sinds de brand in eind juni 21 waren we natuurlijk wel in een dip terechtgekomen. Fernandes zonder onze Coca-Cola fabriek en onze frisdranken is net alsof je op 1 poot moet hinken. En dat is moeilijk. Ja, dus vandaag feestelijke opening, heropening, is een moment van trots, emoties. Want die fabriek die is afgebrand, dat was eigenlijk het beestje van mijn grootvader, van onze grootvader. En toen we stonden te kijken en we zagen het allemaal verbranden en instorten, toen, dat breekt iets in je. En ik hoop dat het op een of andere manier de spirit van de oude heer toch op een of andere manier met ons is. Want ik gun het hem. Ik gun het hem zo.
Want ik zou ook de vraag stellen, hoe is het aangekomen? Maar je heeft het zelf al aangegeven dat het stukje brak af. Maar men weet sowieso, Fernandes Groep heeft heel wat vertakkingen. En het is een van de bedrijven die niet meer weg te denken is in Suriname. En het gros van de samenleving vindt dat. Wat vindt u zelfs daarvan? Het is een eer om geassocieerd te worden met een onderneming die niet weg te denken is. Het is een eer. Het is ook een hele grote verantwoordelijkheid. En de familie die is daar natuurlijk zich er heel erg van bewust. Dat we een rol hebben, een verantwoordelijkheid hebben. En die dragen we met plezier. We hebben bijvoorbeeld, nadat de fabriek is verbrand, heeft de company en het bestuur besloten om niemand te ontslaan. We hebben geen mensen laten gaan. We hebben alle lonen doorbetaald. We hebben zelfs wat aanpassingen kunnen doen. Terwijl ja, die fabriek er gewoon niet meer was. Dus dat is een familiebedrijf. Hè? Een onderdeel van een familiebedrijf is de realisatie dat de naam Fernandes zijn slecht enkele letters achter elkaar. Maar Fernandes is de resultante van de inspanning van de mensen die er werken. En dat is eigenlijk zou je hun moeten interviewen. Allemaal. Niet mij. Ik vind dat u bent te modest. U vindt van het is alleen de naam Fernandes. Maar wat u daarnet aangeeft is heel powerful. Dat ondanks er brand was geweest bij de botteling, dat niemand zijn baan heeft verloren. Dus ik denk dat vandaar mensen vinden van Fernandes, maakt niet uit welke afdeling, niet weg te denken is. Omdat u uw personeel ook ziet als uw familie. Ja, en de slogan Udebaka Giyu is voor onze medewerkers, voor onze aandeelhouders, voor onze klanten, voor de hele natie. Meneer Rente, u ook. Van harte welkom in gesprek met. Dankjewel. Ik ben blij om hier te zijn. Vandaag is een heel mooi moment, de wederopening / heropening van de fabriek die 2,5 jaar terug jammer genoeg in brand was gestoken. Als voormalig directeur van de botteling, wat gaat er door u heen op dit moment? Wel een heleboel emoties. We hebben er allemaal heel lang naar uitgekeken. En je weet hoe het gaat met als je iets bouwt. In het begin lijkt het heel snel te gaan en dan de laatste maanden kruipt de tijd voorbij. Maar ook trots. Je realiseert je eigenlijk pas na afronding van het project hoe immens dit project was voor ons, hoe complex. Omdat snelheid heel belangrijk was, wij moesten product importeren. We wisten dat we nooit voldoende zouden kunnen importeren om de markt te kunnen voorzien volledig. Dus time was of the essence. Dus met al die druk en al die complexiteit en alle andere uitdagingen, nu na 2,5 plus jaar, ja, wauw, en al die andere emoties die je kan bedenken. Ik ga van meneer Fernandes aan dat word of mouth aangeeft dat Fernandes een stofvoet is van de samenleving die eigenlijk niet weg te denken is. En dat was ook te merken toen de brand er was. Mensen wilden niet overstappen naar een ander merk. Ze wilden noemen Fernandes hebben, totdat het overal uitverkocht was. Wat gaat er zelfs door je heen om te weten dat mensen toch blijven bij hun Stranasani? Dus toen we voor het eerst weer begonnen te produceren en we heel voorzichtig heel kleine beetjes product op de markt brachten, kreeg ik van overal telefoontjes en WhatsAppjes, berichtjes. En eigenlijk toen pas realiseerde ik me hoe groot die verbinding was tussen het product en die consument. Maar ik geloof persoonlijk in het is niet alleen het product. Ik denk ook het bedrijf, wie we zijn, waarvoor we staan, wat we teruggeven aan de maatschappij. En ik denk dat de president goed heeft aangegeven, het is groter dan alleen een frisdrank. We zijn de grootste broodproducent. We leveren een van de meest populaire automerken. We doen een heleboel op het gebied van sociale projecten. Dus ik denk dat de consument die verbindenis voelt met ons product en ons bedrijf. En ons beloond heeft voor
85 plus jaren van continu hard werken. Dus, ja, want dat gaf ik hem ook aan van al die verschillende jaren. 85 bij de botteling. Ik denk 62 nu bij de bakkerij. Dus overal is een immense belangrijke schakel vanuit de samenleving, gaf men aan. En men is ook trots op Fernandes. Ja, en ik ben trots op Fernandes. Ik ben heel trots dat ik bij Fernandes mag werken, al die jaren. En ook vergeet niet, we geven binnen heel Fernandes zijn er 1200 medewerkers, hebben 1200 collega's. Hun gezinnen, die zijn ook direct of indirect profiteren van het feit dat hun partners werken bij Fernandes. Dus we geven aan meer dan 4000 mensen medische zorg. De bakkerij geeft nog steeds dagelijks aan tientallen tehuizen en ziekenhuisinstellingen brood. Kortom, ik denk dat we op een heleboel gebieden toonaangevend zijn zonder dat we het van de daken schreeuwen. Je zit ons niet elke keer op televisie te vertellen hoe geweldig we zijn. Maar ik denk wel dat we op een heleboel gebieden het voorbeeld geven. En belangrijk is dat we het voorbeeld geven als het gaat om integriteit. Hoe de manier waarop we zaken doen. Wij spelen echt volgens de regels hoge standaarden, hoge ethische standaarden, hoge kwaliteitenstandaard. We don't cut corners. We vragen niet om favors. En we bestaan al meer dan 100 jaar. Dus we zijn ook heel erg optimistisch over de toekomst. Slot, heeft u een dankwoord naar zowel de medewerkers als ook de samenleving die jullie altijd hebben ondersteund? Dus op de eerste plaats, consumenten, dankjewel dat jullie trouw zijn gebleven. En we zullen jullie trouw ook gaan belonen in de komende periode. Met nieuwe producten, nieuwe aanbiedingen. En continu zorg dragen dat jullie geïnteresseerd blijven om Fernandes te blijven, onze producten te blijven drinken. En hey, zonder, weet je, een bedrijf, je kan machines kopen, je kan equipment kopen, je kan een gebouw neerzetten. Maar het hart van het bedrijf zijn de mensen. En dat hart van Fernandes is zo groot en sterk, dat we ook de komende 100 jaar zullen blijven voortbestaan. Hartelijk dank voor dit moment en alsnog de felicitaties. Dankjewel en jullie ook gefeliciteerd. Dankjewel. Meneer Finnitsjaan, u ook welkom in een gesprek met. Ik heb net een heel amicaal gesprek gehad met meneer Rente en ook nog eerder met meneer Fernandes. U bent momenteel de huidige directeur. De Grand Reopening zal ik het noemen. Wat gaat er doorheen? Blijdschap. We zijn ontzettend blij dat we dit punt hebben bereikt. Because it makes a world of difference voor hoe we opereren. Dus het is alleen maar happiness, blijdschap en veel dank ook, veel grantangi voor al die verschillende spelers die ons hebben geholpen along the way. Ik gaf ook aan meneer Rente en meneer Fernandes aan dat Moffatakki aangeeft, Fernandes is niet weg te denken. Want ik kan me nog heugen, nadat de brand er was, mensen zijn op social media gaan, waar ga ik mijn cola vinden, waar ga ik me dit vinden. Wat gaat er door u heen als u zulke uitspraken hoort, dat men toch nog blijft bij hun Sranasani? Dus het maakt ons ontzettend blij. We zijn echt dankbaar dat zelfs na die 2,5 jaar periode van importeren, dat die consumers ons zijn blijven ondersteunen. Natuurlijk hebben we markt verloren, maar je zag dat voor bepaalde producten dat we toch de most preferred bleven. Maar ja, omdat we niet konden leveren, zijn mensen natuurlijk andere dingen gaan drinken. Dus nu, we onderschatten het niet, maar we zien dat zodra we produceren, dat mensen het op zijn minst proberen. En dat vinden we fantastisch. Dat ze ons de kans geven om eigenlijk terug te komen en te proberen weer marktaandeel te pakken. We hopen dat de consumenten voor ons zullen blijven kiezen. Maar we weten dat het niet automatisch zal gaan. Dus we zullen erin moeten investeren om het juiste voor ze
te produceren, zodat ze voor ons kiezen. Ja, maar bent u zeker dat mensen niet meer hebben gekozen voor Fernandez? Want mensen keken er reikhalsend naar uit, vooral toen de andere smaken weer kwamen. Want een tijdje was er alleen cola. En mensen vonden van nee, ik ga niet ergens anders, ik wacht maar op Fernandez, maakt niet uit hoe lang. Dus ik denk haast niet vanuit mijn journalistic view dat jullie toch niet de markt hebben kwijtgeraakt of zijn kwijtgeraakt. We zijn de markt niet kwijtgeraakt, maar we zijn wel wat achteruit gegaan. De competitors hebben, en terecht als het zo lang duurt, hebben wat terrein gewonnen. En dat moeten we zien terug te winnen. Dus we hebben de taak voor ons. Het is 2,5 jaar zoeken, net als wat u zelf aangaf. Het was, eerst ging het supersnel en daarna ging het weer een beetje traag. Maar het moment is er. Dankwoord heeft u als directeur naar uw personeel, maar vooral ook de samenleving die nooit de rug toe heeft gekeerd aan Fernandez. Laat me beginnen met het personeel. Het personeel is bij ons gebleven, ondanks zoveel zekerheden. Jullie hebben het tijdens de speeches gehoord. En we zijn ontzettend dankbaar, omdat heel veel van die mensen allerlei andere activiteiten moesten oppakken. Of binnen Fernandez Bottling zelf, of helemaal bij andere business units. Een groot deel van de mensen heeft binnen dat project allerlei werkzaamheden moeten doen. En geloof me, vanwege al die onzekerheden heeft het een hoop stress gebracht voor een hoop mensen. Dus ik ben ze ontzettend dankbaar dat ze dat hebben willen doen voor ons en bij ons zijn gebleven. Voor de consumenten en de klanten, de winkeliers en de restaurants, etc. Kan ik alleen maar zeggen thank you, thank you, thank you. We hebben zo'n lange periode of alleen bepaalde smaken kunnen leveren. Of alleen voor een bepaalde periode misschien een specifieke Fernandez. En dan was het er weer niet. Dus ik ben zo blij dat mensen geduld met ons gehad hebben. We moesten de prijzen verhogen. Dat maakte natuurlijk ook een hoop mensen chagrijnig. Maar je zag toch dat de verkoop ging. Nu dat we produceren hebben we de prijzen wat kunnen verlagen. We hopen dus dat de mensen voor ons blijven kiezen. Voorlopig zien de cijfers er echt hoopgevend uit. Dus daarom zijn we happy. Maar nogmaals, we zullen meten waar we zijn. Maar we kunnen er niet automatisch van uitgaan dat heel Suriname weer voor ons kiest. Want als we zo lang niet optimaal geweest zijn, kan ik me voorstellen dat we mensen zijn kwijtgeraakt. Men zou denken dat de betrouwbare smaken die men kent, green punch, cherry, die pineapple, die cola, die Sprite. Denken jullie dat jullie nog gaan spelen misschien in de toekomst met nog een smaak? Er komen de komende weken nog wat smaken bij. Dat doen we in samenwerking met de Coca-Cola Company. Dus hopefully valt het goed in de smaak, zodat mensen eigenlijk meer keuze hebben. Dus, maar ik denk komende 2-3 maanden komen er inderdaad wat smaken bij. Heel goed nieuws. Meneer Finishan, heel hartelijk bedankt voor dit moment. En alsnog, de hartelijke felicitaties met de opening. As a child of the Caribbean, I have been long interested in knowing Suriname, the culture, the diversity, the beauty. And after spending the last couple days here, I have not been disappointed. I think you have an incredible country and incredible people, and I thank you for your reception. As I think back vividly to 2.5 years ago, I was on a business trip in Mexico City, sound asleep, and somewhere around 3 a.m., 3:30, the phone rang, and I wasn't going to identify you, but Brian Renton shows up on my cell phone. I said, no, Brian definitely, he made a mistake, he dialed an error, and yes, I did press decline. I said,
A few seconds later, the phone rang again, and I said, no, this has to be something. But nothing could prepare me for the news that Brian communicated to me. There were three immediate reactions. The first one, as a collective call and later with Jules as well, was what was the status of the people of Hernandez? Did we have anyone that was hurt or worse? That was quickly confirmed that everyone was safe and sound. Secondly, I would say quite humbly and quite truthfully that we then entered into a state of sadness. The sadness was because of what the Coca-Cola Company and Fernandez Bottling represents for Suriname, for its employees, for its customers, for the economy, for the communities, and for the stakeholders. And the third reaction was, how do we rebuild? And how do we emerge stronger? It is said that resilience is more than just going through a difficult time and just surviving it. The new definition of resilience is that you actually have to come out of it thriving. And I'm here today on behalf of the Coca-Cola Company to congratulate all of you for thriving out of that situation. As was said previously, I want to thank all those who put their drop, as we say, every drop counts at Coca-Cola, who put their drop of contribution to getting us to today. We have people from the Coca-Cola Company, a long list going across from Atlanta all the way across Latin America and the Caribbean. But we also had the bottling system from the Caribbean, who added not only supply options, but also expertise, and quite frankly, emotional and moral support. I think that this case, which by the way, someone needs to start writing this book, this is a case that can be used for the rest of the Caribbean and for many elements of the Caribbean on how we can prosper when we work together. So for Coca-Cola, it goes beyond the numbers and getting back into sales. It goes into our commitment to sustainability, the stakeholders that we work with on recycling and collection, the work that we do in economic empowerment. This is what refreshing the Caribbean and making a difference actually means for us. Now, the case of Suriname, believe it or not, is known all the way to the highest echelons of the Coca-Cola Company. And we had many guests who unfortunately could not make it. But I have two special guests who took the time to send a quick video, and I'd like to share that with you now. Virtually today to celebrate this incredible milestone, the 85th anniversary of the partnership between the Coca-Cola Company and the Fernandez Group. And at the same time, the reopening of the production facility there in Paramaribo. With the opening of this state-of-the-art facility, we're starting an exciting chapter in our mission to refresh and make a difference in Suriname. This is not just a testament to the dedicated efforts of our teams, but a clear When I saw the slogan, Udebaka Giyu, I was trying to find out why and by whom this slogan was chosen. And the answer was just given by the CEO. Those were the employees, the workmen.
Please allow me to say something in the language of the Rokomang. Because Fernandez Company is here in an area, in a living area, which is called an underprivileged area. Woonwijk, and a lot of the people from this village, Woonwijk, are working for Fernandez. So the slogan is fitting, in the spirit of the labor, is fitting in the spirit of the surroundings of the Fernandez Company. Yes, Udebakagiyu. Yes, Diatembedape. A company brung, you bedape too, to give Fernandez one kraka in a baka. Maar ook toe aan Fernandez bedrijf binden. Hoe kraka je toe? En dat ding zou een lo arbeiders nog best hebben. Zou op z'n eigen ding. Fernandez maakt bekend. Hoe kraka je naar je familie? Ik kan rekenen. That's the message. What we get from the people. And Fernandez replied, yes, we are here to support you. And we just want to say, we are here to support you to na a Coca-Cola waka. Thank you. Ladies and gentlemen, when I was welcomed from the front of this building, I was introduced in the several sections of the hall. And I was trying to give all the halls, the people, the culture, their expression, the message, a place. And I was guided by Mr. Fernandez in this tour before entering the main hall. And I saw the history, 85 years of history of Fernandez, the founders, the family. But I saw also their contributions in the 85 years. Fernandez is more than a Coca-Cola. Fernandez has a legacy of corporate production. As a legacy of social corporate, as a legacy of producing food which is affordable for the community, producing drinks which is accessible for everyone, and you can find it in every part of our territory. And Fernandez, the name is a legacy. Fernandez has created a brand, a historical brand, which cannot be destroyed by a fire. Which cannot be destroyed by a fire. And yes, fire is creating a threat
uncertainty in people's life and people's business. But that is the material side of the life. But fire gives you very often also inspire to go further. The fire is also a signal that material things can be destroyed, but from the fire we are deriving new energy to continue and to make your company with that new energy bigger and smarter. And that happened. And that's what you have done with your team, to make the company bigger, smarter, and you continue with your legacy.